Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van zondag 26 augustus. Het was een frisse nacht. In Brabant en op de Veluwe was het aan de grond slechts 2 tot 3 graden. Vanochtend lopen de temperaturen al snel op naar 15 tot 17 graden en er is geregeld zon. Alleen langs de noordkust valt af en toe een buitje. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en het wordt dan 19 tot 21 graden. Er staat daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. De wind neemt aan de kust dan toe naar vrij hard. De temperaturen liggen vannacht tussen de 12 en 15 graden. Morgen begint met bewolking en regen, maar in de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon door. En 's middags valt er dan alleen lokaal nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Dinsdag wordt een mooie dag. Het blijft dan droog en er is flink wat zon. De temperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden. Woensdag en donderdag moeten we weer rekening houden met buien, soms ook met onweer. Woensdag wordt het wel vrij warm, in het oosten kan het dan 25 graden worden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.